We hebben een paar dingen gedaan. We zijn begonnen bij Piezo, dat is een club. Jullie kennen dat, een Zoetermeerse club, daar staat gezet in de Ovoort. En die zich bezighoudt met participatie, integratie en emancipatie van mensen hier in Zoetermeer. En voor mij, ik ben ook nog liberaal behalve premier, ook weer een bewijs dat je mensen nooit moet afschrijven. En dat als je mensen een kans geeft, en heel veel bedrijven zijn er ook bij betrokken, dat ook mensen met allerlei problemen uiteindelijk toch weer talenten blijken te hebben. En als ze dan de rust vinden om die talenten ook uiteindelijk te ontwikkelen, dat mensen dan uiteindelijk soms zelfs weer aan de slag komen, of in ieder geval weer een mooie bijdrage aan de samenleving gaan leveren. En sommige mensen die echt heel blijvend beschadigd zijn, daar een veilige plek vinden om gewoon een paar keer in de week even een kop koffie te halen. En dan soms ook weer vanuit die situatie toch weer de weg terugvinden naar activiteit. En soms zelfs toch weer werk. En heel indrukwekkend, een mevrouw vanmiddag, ik denk van Turks of Marokkaanse afkomst, die 4 jaar geleden de vent uit het gedonderd naar Zoetermeer is gekomen. En zegt, ja, ik moet voor mezelf zorgen. En toen was bezig haar bestaande op te bouwen. Doet nu een mbo 1 opleiding. Ook in gezicht op een mbo 2 opleiding. En helpt daar als vrijwilliger om mensen te leren met naaimachines om te gaan kleren te maken. Dus dat, daar zit het voor van. Dus ik denk dat je mensen van Piezo zijn. Kijk, daar staat ze. Nou, wat een prachtige organisatie. En wat een mooi voorbeeld. Dat je dus niet moet praten over trajecten. Want dat is een probleem. En veel organisaties die met het belangrijke werk bezighouden, werken langs trajecten. En dan moet je maar hopen dat je als cliënt, heet je dan, ook zo'n vreselijke term, dat je als cliënt in het traject past. Dit is gewoon een organisatie die uitgaat van mensen en probeert maatwerk te bouwen rond de mensen. Echt, jongens, als bezoek. Alleen daarmee was het eerste half uur van bezoek. Was dit al een waanzinnig slaagverdeling. Applaus voor jullie. Dank u wel.